Dan rij je dus serieus van Amsterdam naar Amstelveen, omdat we in Amsterdam alle bioscopen gehad hebben. En dan is hij gesloten. En dan heeft ze serieus in de broek gekakt nu. Dus we zitten nu oprecht met een probleem. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierigasten. Ik ben Martijn. En ik ben Willem. En we hebben Roosje bij ons. Ja, want lieve Willem, jij bent natuurlijk voor de tweede keer vader geworden. Ja. En de vraag is nu, wat kun je allemaal met zo'n kleine uithalen? Ik hoop ergens gratis binnen te komen. Ja, want wat gaan we vandaag doen? We gaan net doen alsof jij een vader in nood bent. De kleine heeft in de broek gepoept en we moeten even naar binnen, want we moeten een lijf verschonen. Ben jij er klaar voor? High five? Nee? Nou, laten we gewoon beginnen. Let's go! Oké, Willy. Ik ga er gewoon voor, toch? Ja? Ja? Ja, wij zijn een koppel. Oh wel. Een hele stomme vraag. Bij het restaurant hiernaast hebben ze niet zo'n ding om te verschonen. Hebben jullie die hier ergens? Ja. Mag ik die even gebruiken? We hebben een klein noodgevalletje. Ja, het klopt bij de invalide toilet. Ja, is... Ja, kun je niet gebruiken? Ja, dat kan. Toppie, dankjewel. Nou, Willem. Dit werkt. Dat ging wel heel makkelijk. Jij wilde nog heel veel langs de leeuwen. En dan ja, ik denk dat ze er toch zijn. Wil ik heel even kijken hoe de apen kijken. Nou, Willy. Ja. Het ging wel heel makkelijk. Deze was wel heel makkelijk, maar ja. Ik moet wel zeggen, ik ben wel echt triest als je dit niet toelaat. Ja, maar als je, een papa met een kind in nood, vol gescheten broek. Waar je wel allemaal andere opties naast zit, is het restaurant naast. Ja, ik vond het wel een goede ingeving, ja. Met die, bij dat restaurant hiernaast hebben ze het niet. Nee, dat klopt. Okay. Ja, dat deed je netjes. Maar goed, dit lukt. Te makkelijk eigenlijk, laten we kijken. Deze was heel simpel. Ze had een klein twijfeltje in de stem. Maar... Waar wil je heen? Nemo! Nemo? Ik wil naar Nemo! Ik ga gelijk naar Nemo. Oké. Ben je er klaar voor? Ik denk het. Acteur 2, ben je er klaar voor? Het blijft hier stinken. Oh, ze is er klaar voor. Let's go. Ja, dit is helemaal kut dit. Ze hebben hier nu een verschoontafel. Terwijl je dan niet eens binnen bent. Voordat je überhaupt binnenkomt. Dit was wel, hier konden we niks aan doen. Hier konden we niks aan doen. De wc zat voor de ingang. Ja. Dus waar willen we nu heen? Varen. Iets met scheepsvaartsmuseum? Ja, ben je zo gidsen? Laten we daar toevallig al naast staan. Laten we daarheen. Let's do it. Willem, wat is er met onze baby aan de hand? Smeurt. Goeiedag. Ja, ja, we zoeken een plekje wc. Waar we haar echt, even kunnen verschonen. Het is een klein ongelukje gehad. Ik dacht, we waren er bijna. Ja. Ik dacht, deze is veel makkelijker om één reden en er zat gewoon niemand bij ingang. Ja, nu moeten we even net doen alsof we jou gaan verschonen. Oké, het staat Wereld versus Gierigasten 2-1, we staan achter. Ja. Volgens mij is hij een filmgek, zo te zien. Zij wilde heel graag naar Mega Mindy, maar we gaan naar Avengers Endgame. Nee. Oh nee, Once Upon a Time in Hollywood. Tirantino. Tirantino. Tirantino, even kijken. Oordop ingaan. Doen we gewoon dit. Ik ga niet meer schoon, hè? Dat weet je ook wel. Ik ging wel een beetje hulp vanuit. Ik geef de doekjes wel aan. Oh, ze zijn gesloten. Oh, ze zijn gesloten. Oh, ja. Dan rij je dus serieus van Amsterdam naar Amstelveen, omdat we in Amsterdam alle bioscopen gehad hebben. En dan is hij gesloten. En dan heeft ze serieus in de broek gekakt nu. Dus we zitten nu oprecht met een probleem. Hey, Amstelveen was geen succes. Nee, hier is dus dicht. We zijn weer terug in Amsterdam. Yes. Bij de grote vrienden van? Pathé, ja. Risico natuurlijk uiteraard dat het hier wat moeilijker gaat. Ja. Want ik heb hier pak een beet zo 6 items hier geprobeerd. Ja. Anyway, we gaan het gewoon proberen. Ben je er klaar voor, kleine superster? Once upon a time in... Hollywood! Hollywood. Let's go! Cute. Dankjewel. Zal het over mij? Sorry, mag ik er heel even tussendoor storen? Mijn dochter heeft een ongelukje gehad. Kan ik het even hier verschonen? Ja, is goed. Dan moeten we in iemand vragen, want die kunnen jullie naar de schoonruimte brengen. Oké, waar is die? Daarboven, toch? Tweede verdieping. Oké, dankjewel. Ze moet even naar het toilet daar zo. Zo, meurt ze wel, hè? Heb jij de luiers? Ja. Er zit een yeti op mijn dak. Yay! Het is gelukt. Ja, acteurster. Hey, Willem. Ja. Conclusie 2-2. Ja. We zouden eigenlijk nog een pilsje gaan drinken, maar onze lieve kleine Roos, die ligt lekker te slapen. Ja. Dus die gaan we niet meer wakker maken. Dus we houden hem bij een gelijkstand. Ik kan hem leven.
Jij kan hem leven. Je kan niet altijd 6 gooien. Nee. Dus, vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En heb je nog niet gesubscribed? Subscribe. En waar kun je Daddy Hawks volgen? Op YouTube en Instagram. Oeh, onder de naam? Daddy Hawks. Dat zei ik net. Nou, hey, ik vond het gezellig. Ja. Dankjewel. Laat u, tot volgende week. Yo.